De wedstrijd in Zeewolde zit erop. En Chris van Wamelen die is eerste geworden bij de heren enkel. En we gaan in gesprek met Chris. Dag Chris. Hoi. Ja, vandaag een zware wedstrijd denk ik, of niet? Ja, zeker. Je zag bij het begin al dat het een zware wedstrijd zou worden. Ook een mentale wedstrijd, omdat je, het is gewoon drassig. En het is wel een mooi zondag nu. Maar het parcours was gewoon zwaar. Het loopparcours en zeker het mountainparcours was gewoon echt na elke ronde steeds zwaarder. Heb jij dan nog een specialiteit, het lopen of het fietsen juist? Ja, juist het lopen eigenlijk. Daar heb ik het verschil te maken, ook vandaag. Maar ik merk dat ook de motor best wel goed ging. Dus op zich ging allebei best aardig vandaag. Ja, je kon er aandacht nog bij trekken bij de duo's, hè? Ja, klopt. Ik zag eerst ronde liep ik een kop van erbij, ook bij de duo. Dus zag ik dat nummer, de eerste van de duo iets doorliep. Dus ik probeerde hem een beetje aan te sluiten, maar ik zag hem wel dat hij iets beter was met lopen. Maar ik kon er met fiets nog iets naartoe rijden. Dus op zich kon ik een beetje een energie houden. En dat is wel fijn op zich om ook een richtpunt te hebben voor je. Ja, want anders loop je eigenlijk helemaal vooraan. Want de vorige wedstrijd in Nijkerk moest je je meerdere aan Mario volgens mij geven, hè? Ja, klopt. Toen was Mario inderdaad bij het mountainbike gewoon beter. Ook met de wissel. Dat had ik verloren wat tijd. En dan moest ik met lopen te veel goed maken om hem bij te houden. En dat is gewoon... Het verschil is gewoon te klein om dat dan een gat te dichten nog bij hem. Wat staat de komende tijd nog voor jou op de planning? Ik doe sowieso mee in Nunspeet in mei. Tussendoor nog een NK Duathlon sprint in Sittard aan april. Dus ik ga de komende weken ook wat meer op de racefiets zitten. Om even die tijdritgevoel toch een beetje te ervaren. Ja, wat is dan racefietsen nog beter voor jou dan het mountainbiken? Nou, eigenlijk niet. Ik ben oorspronkelijk een motorbiker. En ik ben later ben ik gaan lopen aan doen en eigenlijk het duathlon nu erbij. Dat ik eigenlijk het leukste vind. En de race is eigenlijk meer in training. En achter vind ik het leuk om op de weg aan duathlon te doen. Ja. Maar dan moet ik ook weer hard krijgen met de tijdritfiets. Ja. En de triathlon? Nee, eigenlijk zwemmen is niet bij mij besteed. Nee. Dus daar mag ik dan niet aan. Nee. Okay, vandaag had het wel mooi gekund op zich, hè? Ja, zeker. Als je zo ziet, dan had het zeker gekund. En de temperatuur is er misschien ook al aardig geweest ervoor. Maar nee, er zijn andere specialisten voor om dat te doen. Goed, we gaan jou terugzien 12 mei in Nunspeet. Dankjewel. Dankjewel.